Er is een heel klein koud rillingje wel als ik ervoor sta, omdat het zoiets bijzonders is. Het is fantastisch dat dit initiatief genomen is. Ja, ik dacht, wauw, nachtwacht in het ziekenhuis. Ja, dat is prachtig. Wacht even, zet me even tegen de pilaar aan. De nachtwacht staat symbool voor waakzaamheid en voor veiligheid. En de symbolische overdracht is natuurlijk duidelijk. Het staat nu symbool voor de medewerkers van de zorg die zich dag en nacht hebben ingespannen voor de coronapatiënten van Amsterdam. Ik hoop dat iedereen een heel klein beetje troost en vertrouwen geeft voor de periode die we als ziekenhuis doormaken. Wat ik hoop is dat medewerkers hier langs gaan lopen en zo nu dan kunnen genieten van dit briljante schilderij. En daar hoop en een beetje sterkte uit kunnen putten. We zijn heel blij en trots dat Philips al 20 jaar is verbonden aan het Rijksmuseum als founder. En nu nog een keer 5 jaar bijtekent. Dat is in deze tijd echt heel bijzonder. Samen met Philips willen we onze kunst dichterbij brengen en zo het leven iets beter maken. Ik heb begin maart zelf nog de nachtwacht gezien, vlak voor het uitbreken van de coronacrisis. Dus het is wel heel speciaal om dan nu midden in de tweede crisis hem weer te zien. Ik denk dat ik er nu regelmatig even naar ga kijken, zeker als ik naar huis ga of van huis kom. En het is iets moois, dus het verrijkt het ziekenhuis. Waar ben je? Wil jullie ook de nachtwacht in jullie ziekenhuis? Stuur dan een mailtje naar nachtwacht@rijksmuseum.nl.